Maar dan moet ik één ding zeggen. Ik ben jou tegengekomen voor het trainingskamp naar Gran Canaria. Toen zei ik van, joh, Ruud, Bos gaat niet gewoon linksback. Toen zei je tegen mij van, dat hebben we al geprobeerd. En dat is mislukt in de voorbereiding. En vervolgens speelt hij alleen maar linksback. Ik kan me dat gesprek niet herinneren. Ja, nou. Mijn fantasie maar. Nou, ik fantaseer niet wat. Ik vroeg aan jou van, Bos gaat linksback. Ik weet het wel van hebben, hoor. Ik heb jou gesproken vlak voordat jullie vertrokken naar het trainingskamp. Ik denk dat je in de war bent met iemand anders. Nou, ik ben niet in de war met iemand anders, Ruud. Ik vroeg gewoon aan jou na een interview. Nee, heb je het niet gevraagd. Ik heb het aan jou gevraagd. Is dat Pascal Bos gaat linksback? Toen zei je van, dat hebben we al geprobeerd. Ik weet niet waar de man het over heeft. Ja, ik kan het niet uit mijn duim zeggen. Nou, dat doe je wel. Nee, dat durf ik echt te zweren op alles wat ik bezit. Dat is weer, maar. Dat meen ik echt. Nou ja, ik heb dit tegen mij niet gezegd. Ik heb tegen jou gezegd, Bos gaat linker vleugel spelen. Waarom zit je hem geen linksback? Niet met jou, na het interview. Ik heb met jou niks persoonlijk, ik weet niet waar je het over hebt. Over Pascal Bos gaat, Ruud. En dat is het. Nou, ik mag de plekke doodvallen. Nou, dan moet je nooit zeggen. Maar ik wil het zeggen. Ja, dan ben je een hele grote. Echt? Kijk je ook aan. Ja, maar ik weet niet... Maar dat is toch een normale vraag die je nu stelt? Ja, maar je hebt het me nooit gevraagd. Ik weet ja, ik heb het je na het interview gevraagd over Azië. Niet zeggen van ja of nee, je hebt het me niet gevraagd. Nou, of wil je er nog over doorgaan? Nou ja, goed, ik stel een normale vraag. Ik wil het wel gaan met het interview. Maar ik vind het vreemd dat je niet weet. Omdat je het me niet gevraagd. Ik heb het na het interview heb ik het je gevraagd. Hallo, echt goed. Ja,